Met gemengde gevoelens naar de stembus. Wilde politieachtervolging in Apkoude. En abortuskliniek in Houten ondergeklad. Goedenavond, woensdag 6 april. Dit is U Vandaag. De Malibaan in Utrecht moet één groot park worden. Dat willen de bewoners graag. En als het aan hen ligt, moet je straks kunnen wandelen van het Lepelenburg naar het Wilhelminapark. Een van de initiatiefnemers, en hij woont er ook niet ver vandaan, is historicus Maarten van Rossum. Is het een haalbaar plan? Ja, volgens mij wel. Want er was al een eerder plan van de gemeente, waarbij de middenbaan van de Malibaan zou worden ontdaan van het autosnelverkeer. En dat zou een fietsbaan worden. Dat is dus daar zou dit mooi op aansluiten. Ja, daar zijn ze uiteindelijk van afgestapt. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Oh, ja. Onze stamgast is wielerjournalist Nienke de Jong. Nienke, jij bent vandaag gaan stemmen. Met wat voor gevoel? Ja, hele frisse tegenzin. Oké. Nou, zometeen meer zeker ook over dit onderwerp. Ook in het nieuwsblok, Rob. Zeker weten, want in de hele regio zijn de stembureaus nog tot 9 uur vanavond open voor het Oekraïne-referendum. In alle 26 gemeenten kunnen we ja of nee zeggen tegen het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne. Het is het gesprek van de dag. Niet wat je gaat stemmen, maar vooral of je gaat stemmen. Ik vind het belangrijk omdat we de kans krijgen om een stem te mogen laten horen. Het is lastig te inschatten waar het precies over gaat. En er zijn mensen die stemmen voor ja en er stemmen mensen die stemmen voor nee. Iedere keer als je kunt stemmen moet je ook gewoon stemmen. Dat is gewoon, vind ik zelf, een democratische plicht om te doen. Ik vind het onzin. Nou, een stem is altijd belangrijk. Dus dat ongeacht waarvoor je het doet. En op het stadhuis in Utrecht staat verslaggever Carolien Gijsman. Carolien, hoe verloopt het stemmen daar tot nu toe? Ja, op dit moment is er één iemand, maar het loopt hier al de hele dag, druppelt het een beetje door, heb ik gehoord van de mensen die hier dus al de hele dag zitten. Hier zijn al meer dan 700 stemmen vandaag uitgebracht. We hebben ook gehoord van een stembureau in Overvecht waar maar een handjevol mensen kwamen. Dus ja, dat verschilt heel erg, maar goed, hier wordt altijd veel gestemd. Net als op het stadskantoor en het Centraal Station. En daar kon vanmorgen als eerst gestemd worden om 7 uur. Ik ga vol overtuiging stemmen. Je stemrecht heb je niet voor niks. Dus ik zou tegen mensen willen zeggen, ga stemmen. Vanmorgen gaan de stembureaus in de hele provincie open. Als eerste die op Utrecht Centraal. Tijdens de spits staat er een kleine rij. Ja, het loopt aardig door. En het valt wel alles mee tot op heden. In de FC Donderstraat in de stad zijn wat opstartproblemen. De stemhokjes waren in een verkeerde ruimte gezet. Er is bij ingang al gelijk een hoofdgasleiding die je met een grote hendel open en dicht kan zetten. En ja, het lijkt mij als hier kinderen komen of iemand die onrecht of ongeheim wil uithalen. Ik vind het onverantwoord om hier überhaupt te zijn. Laat staan om stemmers hier te laten komen. De voorzitter laat daarom de stemhokjes verplaatsen. Pas aan het einde van de ochtend kan ook hier een stem worden uitgebracht. Ook in Woerden hebben kiezers de gang naar het stembureau gemaakt. Anders gaat mijn stem verloren. Om mijn mening te zeggen. En die is nee. En dat kost ons belastinggeld. Dus u gaat nee stemmen? Ik stem nee. Goedemorgen. Ja, dankjewel. In Veenendaal is het vanmorgen al gelijk lekker druk. Wat opvalt in de overwegend gelovige gemeente is dat veel voorstemmers ook zeker hun christelijke normen en waarden meewegen. Ze willen hun medemens in de Oekraïne helpen. Ja, dat is makkelijk. Dat is stembureau 2202. Voor of tegen, volgens de voorzitter van het stembureau, zijn de meeste kiezers goed gemutst. Ze zijn best vrolijk, vind ik. Eentje had die wat bedenkelijk was, maar de meeste over het algemeen zijn ze echt vrolijk. En ze zeggen, nou, het is makkelijk. We hebben niet zo'n grote lijst, we hebben maar twee dingen, ja of nee of blanco. Dus het is makkelijk stemmen deze keer, ja. En terug naar het stadhuis in Utrecht. Carolien, pas vanaf 30% opkomst is dit referendum geldig. Kun je al iets vertellen over de opkomst tot nu toe? Nou, de laatste meting is gedaan om 3 uur in de stad Utrecht. Toen was het opkomstpercentage 14,6%. Ja, het is nog maar de vraag inderdaad of die 30% landelijk gehaald gaat worden. Want er zijn vandaag ook heel veel mensen die er bewust voor hebben gekozen om niet te gaan stemmen. En die hebben we vandaag ook even opgezocht. Voor vandaag, mevrouw, alsjeblieft. Ja, net een paar uur voor de verkiezingen wil ik toch nog even proberen om de laatste zwevende kiezers wat informatie mee te geven. Maar zo'n flyer op het laatste moment trekt Woerden niet meteen over de streep. Ik vind het onzin. Want? Oh god. Ik heb het er eigenlijk niet zo in verdiept. Ik, ja. Nee.
weet niet. Ik denk niet dat ik ga stemmen. Bereik je niks mee. En ook in Utrecht gaat niet iedereen naar de stembus. Ik vind dat de Oekraïne is te veel verdeeld. En ik geloof niet dat we daarmee opschieten om nu voor te stemmen. Eigenlijk ja, heb ik het niet zo heel erg door van wat er precies aan de hand is. Mijn man en ik gaan allebei niet, dus ik heb me daar maar weer aangesloten. En in Bunschoten zijn deze vissersmannen met van alles bezig, behalve met het referendum over Oekraïne. Nee, en ik ben aan het vissen. Ik vind het niet echt interessant dat ze in Nederland daarvoor gaan stemmen. Heel eerlijk gezegd, als gewoon normaal burger voel ik me ook niet in staat om al die problemen die politici veel beter begrijpen en daarover veel beter geïnformeerd zijn, om daar mijn deskundigheid aan toe te voegen. Ja, de vraag was dus vandaag niet alleen ga je stemmen of wat je gaat stemmen, maar ga je ook stemmen? Ja, Carolien, ik weet gisteren nog, toen was je ook hier in de uitzending, dat je zelf nog niet wist wat je zou gaan stemmen. Weet je het inmiddels wel? Nou ja, ik heb hem zojuist zelfs ingevuld, Rob, mijn formulier. Ik heb in ieder geval besloten om te gaan stemmen, dus ja, daar gaat hij. En weer een stem erbij. Hartstikke goed. Carolien, dank je wel. Een wilde politieachtervolging die eindigt in Abcoude. Agenten krijgen gisteravond een aantal drugshandelaren op het spoor. Maar als ze de verdachte auto een stopteken geven, gaan de inzittenden er razendsnel vandoor. Het eindigt in het anders zo rustige Abcoude. In deze buurt gebeurt nooit iets. Nee, er gebeurt echt niks hier. Nee. Er kan wel eens een fiets kwijtraken, maar voor de rest zal er niet zoveel gebeuren. Nee. Tot gisteravond. Want dan is het wijkje het toneel van een grote politieactie. Ineens was er een hoop herrie op de straat en er kwam politie aan en ik hoorde een helikopter in de lucht. Hier was de man aangehouden. En uiteindelijk hoorde ik halt politie staande en er werd een overvaller of iemand die werd gevloerd en geboeid. Een politieman zat op hem. Aan de arrestatie gaat een wilde achtervolging vooraf. Die begint in Amstelveen. Als agenten een tip krijgen over een drugsdeal, gaan ze polshoogte nemen. De verdachten slaan op de vlucht en scheuren met 220 km per uur naar Abcoude. En daar kunnen ze door dit paaltje niet meer verder. En daar renden de drie mannen de auto uit. En we hebben meteen gezocht in de omgeving, daarbij zijn ook politiehonden ingezet. En een politiehelikopter. Mensen uit de buurt wordt gevraagd binnen te blijven. Je moet je voorstellen, als je in een politiehelikopter zit en je kijkt met een warmtebeeldcamera, is het heel lastig te zien of er nou een buurtbewoner of dat er een verdachte loopt. Dus vandaar dat we de mensen hebben gevraagd om naar binnen te gaan. Eén verdachte kan direct worden aangehouden en naar de andere wordt gezocht. Die worden ook snel gevonden. Ik liep het tuinpad op en toen zag ik allemaal grind op de tegels. Ik denk, nou, hier is iets gebeurd. Toen liep ik richting de voordeur. En toen liep ik terug en toen zag ik onder de struiken hier, zag ik die man zitten waar ik verschrikkelijk van schrok. Ik zei, hier zit hij. En direct kwamen de twee agenten naar me toe hollen en die pakten hem beet en die boeiden hem. Uiteindelijk worden een derde en vierde verdachten verderop in Abcoude en Amstelveen aangehouden. Ja, ze zijn behoorlijk bezig geweest. De buurt haalt opgelucht adem, want dit maak je natuurlijk niet dagelijks mee. Er waren geen schoten of zo, maar toen hij hier lag en zo, toen vond ik het best wel spannend uitzien. Spannend inderdaad, maar als het aan mevrouw Lutz ligt, is het wel de laatste keer dat criminelen Abcoude gebruiken als vluchthaven. We hopen dat het voorlopig niet meer aan de orde is, dit soort grappen. Ja. Want het is een rustige buurt en dat willen we graag zo houden. Nou, deze verdachte zit in ieder geval vast. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de daders van een bekladding bij een abortuskliniek in Houten. Begin dit jaar, op 6 januari, komt een donkere auto aanrijden die een man en een vrouw afzet. Dat zien we hier gebeuren. De vrouw begint met een spuitbus teksten op de gevel te spuiten. En de man heeft een kitpistool bij zich en daarmee kit hij het slot en de deur dicht. En hier kun je dat van binnenuit goed zien. Nou, daarna vertrekken ze. De politie wil natuurlijk graag met ze spreken. Meer over deze zaak in ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Opnieuw zijn er auto's in de brand gestoken in Utrecht. De afgelopen tijd gebeurt het steeds vaker, vooral in de wijken Overvecht en Tuindorp. Inwoners maken zich dan ook grote zorgen. Van zijn auto is niet veel meer over. Jan Burgers kreeg vanmorgen een berichtje waar hij niet op zat te wachten. Gisterenmiddag neergezet en vanmorgen een appje dat het foute boel was.
Rond middernacht rukte de brandweer uit voor de autobrand op de Winklerlaan. De auto is totaal los verklaard. En dat terwijl Jan gisteren zijn auto net een flinke opknapbeurt heeft gegeven. Net een reparatie laten doen van 800 euro. Ik heb de auto hier neergezet, ben naar huis gefietst en ik heb er 3 keer mee geremd met de nieuwe remschijf. Dit was niet de enige autobrand vannacht. Ook een paar honderd meter verderop in de Obbinklaan was het raak. Inwoners van Tuindorp maken zich zorgen. Waarom zou iemand dat doen? Ja, loltrappen? Ja, zie ik niet zo. Dus ik verbaas me er een beetje over en ja, ik vind het ook niet zo'n fijn idee. Jan heeft wel een idee waarom zijn auto in rook is opgegaan. Hij heeft al weken te maken met pestende buurtbewoners. Die willen dat hij zijn auto ergens anders parkeert. Ik denk dat er mensen zijn die dat tegen willen gaan en die dat op deze manier duidelijk maken. Jan woont in het centrum van Utrecht en zet zijn auto dagelijks op deze gratis parkeerplaats in Tuindorp. Omdat hij wacht op een parkeervergunning. Dat mensen het niet leuk vinden dat hij hier parkeert, snapt hij wel. Maar dit gaat te ver. Ja, dan ga je er niet vanuit dat ze de volgende stap zetten en je auto in de fik steken. En daar ga ik maar even vanuit. Dat moet nog blijken, want er moet nog sporenonderzoek gedaan worden. De politie onderzoekt de zaak. Duidelijk is in ieder geval dat de auto's moedwillig in brand zijn gestoken. Jan zal een nieuwe auto moeten kopen. En dan maar hopen dat hij snel een vergunning krijgt. Het is precies een jaar geleden dat Sjaak Rijken werd bevrijd. De woordenaar werd in 2011 tijdens een vakantie in Mali ontvoerd. Terroristen hielden hem 3,5 jaar gevangen tot Franse militairen hem vorig jaar bevrijden. Inmiddels probeert Sjaak Rijken zijn leven in Woerden weer een beetje op te pakken. Hij wil weer graag treinmachinist worden. Dat deed hij namelijk voor zijn ontvoering ook. Kwaliteit is al lang niet meer het enige waar zorginstellingen in willen uitblinken om mensen te trekken. Gastvrijheid, entertainment en een goede keuken worden ook steeds belangrijker. In de Utrechtse jaarbeurs kunnen zorginstellingen inspiratie opdoen. Met sfeervolle muziek en leuke speeltjes. Zorginstellingen proberen er tegenwoordig patiënten mee te trekken. Hans weet precies wat hulpbehoevenden nodig hebben. Hij lijdt aan kanker en zat 2 jaar geleden zelf in een verzorgingstehuis. Daar was wel iets te beleven, maar het is heel traditioneel. En dan praat je over punniken en bingo. De bewoners zijn anders geworden, mondiger geworden en ze willen actievere dingen doen. Nou, actieve dingen zijn hier zat te doen. En die gaat Hans ook voor ons uittesten, zoals deze fiets. Een geweldig iets, omdat wordt in de zomer natuurlijk lekker buiten gebruikt en 's winters kan die dan heerlijk binnen worden ingezet. Dus zou jij hem in je verzorgingstehuis willen hebben? Hebben. Maar er is ook een rolstoelvriendelijke belevingstuin. Nou, ik heb dus zelf een tijdje in een rolstoel gezeten en kijken of dit wat is. Horen en voelen staan hier centraal. Wat vinden we ervan, Hans? Ik denk dat je er wel blij van kan worden, maar met meerdere mensen. Dus meer als een soort met spelletje, met z'n allen. De belevingstuin is een twijfelgevalletje dus. Ten slotte testen we ook nog even de tovertuin. Voor zo'n 6600 euro is deze tafel te koop. Een kostbaar iets. Niet alleen de tovertafel, maar alle dingen met techniek. Storingsgevoelig. Er moeten altijd mensen bij zijn. Nee, dan toch liever de belevingstuin. De tovertuin is dus niet echt iets voor Hans. Maar investeren in gastvrijheid, daar is hij heel duidelijk in. Dat moet volgens Hans veel hoger op de prioriteitenlijst staan. Ik denk als we dat geld op de juiste manier zouden besteden en met het juiste inzicht dat we onze mensen die daar zitten een hele mooie oude dag kunnen bezorgen. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer ideeën in de jaarbeurs en nog tot morgen staat hij in het teken van gastvrijheid in de zorg. Het is een van de mooiste lanen van West-Europa die de hele geschiedenis omvat, zegt onze gast Maarten Verossen, bekend historicus over de Malibaan. En die moet weer een park worden met allure. En zometeen hebben we het over het Oekraïne-referendum met onze stamgast van vandaag, Nienke de Jong. Maar voor we het over die plannen hebben die u voorstelt, eerst, wat is er zo bijzonder aan de Malibaan? Dat die zwanger is van geschiedenis. Dat die binnenkort 400 jaar oud is. Dat tal van prominente Europeanen daar op enige wijze bij betrokken zijn geweest. En dat Napoleon, Lodewijk XIV, René Descartes, Paul Kruger,
en nog vele en vele andere. Maar dat die ook natuurlijk een onderdeel is van het historisch monumentale karakter van de stad Utrecht. En eigenlijk is dat historisch monumentale karakter verreweg het belangrijkste attractiepunt van de stad Utrecht. Zoals dat ook elders in Amsterdam. Oké, dus u wil dat eigenlijk benadrukken. Dat gaan we zo nog even... Ja, maar ik wil eigenlijk even een foto nog laten zien van hoe het oorspronkelijk was. Ja, het was een soort golfbaan, toch? Dat is het Mali-spel. Het woord Mali is afgeleid van het Latijnse woord malleus. Dat betekent hamer. En het was gewoon een soort golfspel avant la lettre. Je sloeg met een houten stokje, nogal een vrij lullig houten stokje, sloeg je een houten balletje, ook nogal een vrij lullig houten balletje, over de Malibaan, die toen 750 meter lang was. En het record staat, zegt men, op 3 slagen. Ik heb het geprobeerd en het is niet te doen. Ik heb uw poging gezien in een documentaire die u voor ons heeft gemaakt. Ja, dat is aan de pijnlijke kant. Ja, dat haalde het inderdaad ja, niet. Maar mocht dit gebeuren, als het een park wordt, dan heb ik mij reeds vrijwillig aangeboden om door de wethouder, die daar dan voor verantwoordelijk zal zijn, vernederd te worden tijdens het spelen van het Mali-spel. Nog één beetje geschiedenis, want we hebben u natuurlijk niet elke dag over de vloer. Want de Mali-baan staat eigenlijk ook vooral bekend om zijn duistere kant in de Tweede Wereldoorlog. Daar heb ik ook beeld van. Ja. Ach, wat zien we? Ah, dit is Heinrich Himmler volgens mij. Ja. Die stapt uit bij 35. Kijk. Nee, hier is feitelijk niets veranderd, behalve dat die pilaren die u zag zijn zwart geworden ondertussen. Maar 35 was het hoofdkwartier van de NSB. En je ziet dus dat Mussert ontvangt hier Heinrich Himmler. Dus dat is hakkergeklaps en de Hitlergroet op dat trottoirtje daarvoor. Toen ik dit filmpje voor het eerst had gezien, en ik loop daar praktisch elke avond, dan denk je toch, als je die plaats passeert van, hier heeft Heinrich Himmler gestaan. Hè? Nou, het punt is gemaakt dat er... Ik heb ook trouwens een toespraak gehouden van dat balkonnetje. Ja, het punt is gemaakt dat er in ieder geval heel veel geschiedenis echt nog tastbaar is. Dan de plannen. Want u zegt inderdaad en terecht, het is een hele bijzondere plek. Nou, vanmiddag gingen we al even met u wandelen. Die bijzondere Malibaan moet een park worden. De auto's moeten er voor een groot deel uit. En het moet weer worden zoals vroeger. Maarten van Rossum heeft een plan. En het belangrijkste onderdeel van dat plan is dat dat middenstuk, dat geasfalteerde middenstuk van de Malibaan, eigenlijk opnieuw een soort park wordt, een wandelpromenade. De auto's moeten dus weg van de Malibaan. Althans, de auto's van anderen. Want de bewoners willen zelf wel tot voor de deur kunnen komen met hun eigen auto. De ventwegen zijn alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. En natuurlijk voor de fietsers, die kunnen daar in principe hun gang gaan. Het gebied kent al een paar parken. Het Wilhelminapark, het Hogelandse Park en Lepelenburg. Als je de Malibaan ook park maakt, krijg je een mooi geheel. Het CDA in Utrecht vindt ook dat er iets moet gebeuren aan de Malibaan. De Malibaan mag zeker een investering hebben, zeker om het groen op te knappen. Het is een hele mooie straat, een van de mooiste straten van Utrecht. En dat moet het ook zeker blijven. Maar we moeten ondertussen niet vergeten dat er ook verkeer overheen moet. Van Rossum maakt zich geen zorgen over het verkeer. Ons voorstel is om de Malibaan hier in feite af te sluiten, zodat mensen die het via die ventwegen toch door kunnen rijden. Dat sluit weer aan op het plan van de gemeente om dit singelstuk, wat daar begint, om dat autoluw te maken. Ik maak me zorgen over de verkeersdoorstroming. Want zowel de Malibaan zelf als de Nachtegaalstraat en de Reigerstraat, die de Malibaan halverwege kruisen, zijn belangrijke verkeersaders. En daar moeten we rekening mee houden met alle toekomstige plannen. Volgens Van Rossum is de doorstroming niet zijn probleem. Daar moeten anderen maar over nadenken. Eerst even naar Nienke. Nienke, wat vind jij van het plan? Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi plan. Ik bedoel, zoals jullie al bespraken, er ligt daar zoveel geschiedenis. En daar kun je zoveel moois mee doen. Veel mooiere plekjes in Utrecht kun je ook bijna niet vinden. En ik vraag me ook heel erg af, want het gaat dan allemaal over verkeer, maar ik vraag me af hoeveel verkeer moet daar nou daadwerkelijk langs? Ik weet dat zelf echt niet hoor. Maar... Nou, ja, dat is dan wel een punt, want het is wel een hele belangrijke verkeersader als je het oosten van de binnenstad wil bereiken. Wij hebben er een belangrijke verkeersader van gemaakt. En de vraag is natuurlijk, dient het verkeer prioriteit te hebben? De Beeldstraat, is al heel smal, er is ook een busbaan. Dus stel dat je deze dan afsluit. Het is al wonderlijk dat ze die Beeldstraat in feite versmald hebben en deels hebben afgesloten, want dat verkeer moet dan dus over de Malibaan. En als je nou toch over historisch monumentaal karakter spreekt, zijn er nogal verschillen tussen de Beeldstraat en de Malibaan. Maar wilt u het verkeer wegtoveren? Nee, ik ga niet toveren. Als ik dat zou kunnen, had ik het vanmiddag al gedaan. Dus dat is vrij onwaarschijnlijk. Ten eerste blijft er dus bestemmingsverkeer op de beide ventwegen. En bovendien, de gemeente had ooit het plan
toen ze over het kruispunt begonnen, want daar is het allemaal uit ontstaan, uit de verandering van het kruispunt, van dat de middenbaan een fietspad zou worden. Dan neem ik aan dat ze ook structureel hebben nagedacht over wat er zou moeten gebeuren met het autoverkeer wat van de middenbaan verdwijnt. Dus u legt de bal bij de gemeente, maar u zegt van ja, die ventwegen zijn wel bereikbaar, maar dan toch maar eigenlijk alleen voor de buurtbewoners. Kijk, jullie zitten nu ook weer een beetje te prutsen van ja, iets nieuws in het, ja, wat moeten we dan? En het is, kan het wel anders? Natuurlijk kan het anders. Vanzelfsprekend kan het anders. Hoe dan? Je moet even een extra stap zetten, want dan zie je A, dat Malibaanpark, dat in feite precies past in de filosofie van die de stad nu heeft, namelijk Utrecht fietsstad, binnenstad autoluw maken, gebruik maken van het monumentaal karakter van de stad. Dat is punt 1. En wat is punt 2? Dat ben ik nu even vergeten, maar dat is niet zo belangrijk. Pak ik hem even op, want u heeft wel een gesprek gehad met wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks. Die zat te juichen? Ja, die vond het een ontzettend leuk idee. En ook die projectleider die over dat plan van die kruising gaat, die vond het een ontzettend leuk idee. Maar dan krijg je altijd van ja, maar we kunnen zussen, we kunnen zo. Ik zou zeggen, geef de prioriteit niet aan het autoverkeer. Dat hebben we nu meer dan een halve eeuw gedaan in de Hollandse steden. En in het algemeen is dat bar slecht afgelopen. Maar goed, als bewoners moet je er nog wel. Die moeten er parkeren voor de deur. Ik ben geen bewoner van de Malibaan. Nee, maar daar moet dan wel nog geparkeerd kunnen worden voor de deur. Dat lijkt mij reëel. Dat je die mogelijkheid creëert als je die middenbaan dus maar een parkachtige allure geeft. Oké, nou, het zou de stad in ieder geval een mooi plaatje opleveren. Of ja, de mensen kunnen dat ook Facebook ook bekijken. En als het zijn voorkeur heeft, dan kun je dat. Het ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad, maar het is een mooi idee. We gaan het hebben over het associatieverdrag, want ik denk dat u daar vast ook wel een pittige mening over heeft. Zeker. Eerst Nienke even, want we zijn wel even met jou meegegaan toen je ging stemmen vandaag. Ik moet wel zeggen, het was een eenzame gebeurtenis, of niet? Ja, ik kreeg alle aandacht van de vier mensen bij het stembureau. Het is niet druk. Het is gewoon echt niet druk. Maar ik moet ook zeggen dat het was voor mij voor het eerst in het stadhuis stemde. Dus ik weet niet hoe dat bij andere verkiezingen. Hoe laat was je er? Half drie zo'n beetje. 2:30. Misschien een rustig moment. Zeker. En frisse tegenzin zei je, maar waarom ben je toch gegaan? Ja, omdat ik het. Ik vind het mijn democratische plicht om te gaan stemmen. Ik heb met de paplepel ingegoten gekregen. Je hebt stemrecht, daar is voor gestreden. Dus algemeen kiesrecht. Dat is heel belangrijk dat jij daar gebruik van maakt. En ik ben dus ook heel kwaad al de hele dag dat mensen van geen stijl mij nu dwingen om dat belangrijke idee, zeg maar, in te zetten voor hun stomme plannetjes. Herkent u dat? Ik vind het referendum een aanfluiting van de Nederlandse parlementaire democratie. Het is een vermenging van plebiscitaire democratie, de directe volksraadpleging enerzijds, en een gemandateerde democratie zoals wij die kennen, die heel goed werkt naar mijn idee, en dat het ook heel goed gewerkt heeft. We krijgen nu een hele wonderlijke toestand. Laten we nou eens even aannemen dat de opkomst 40% is. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2012 was de opkomst 75%. Dit verdrag is door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al lang goedgekeurd. Ja. En stel nu voor, van die 40% die nu komt, is iets meer dan de helft is tegen. Dus dan zouden 20% van de Nederlandse kiezers, die zouden in feite een besluit ontkennen wat door 75, of iets bijna 75% van de Nederlandse kiezers veel eerder via de parlementaire weg is goedgekeurd. Het is idiotie. Gaat u stemmen? Ik heb niet gestemd. Ik heb ook wel erg getopt, maar bij mij is het poppetje net kan nog. Ik weet het, tot 9:00. En dat zit me nou niet te verleiden, want dan ga ik toch weer, al was het maar om die rotjongens tegen te werken. Maar een referendum is principieel strijdig met de beginselen van de Nederlandse democratie. En we hadden dan nooit aan moeten beginnen. We zitten ermee in ons maag, ja? Ja, want dat vind ik ook. Ik bedoel, je kiest één keer in de zoveel jaar een Tweede Kamer. Ik kies dan een partij en dat is mijn volksvertegenwoordiging. Zij mogen zich hierover buigen. Zij hebben hier de ambtenaren voor om dit goed uit te zoeken. Wat weet de man met de pet nou over wat er gebeurt in Oekraïne? En ik vind het ook lastig, want ik stem over iets waar ik eigenlijk helemaal niks van weet. En daar voel ik me dan ook weer schuldig over. En verwacht je dat de kiesdrempel wordt gehaald? Ik denk het wel. Ik denk dat, ja, ik geloof dat die 30% moet denk ik net lukken. En wat gebeurt er dan mee? Maar het interessante is, wie gaan er kiezen, blijkt uit onderzoek. Dat zijn vooral mensen die tegen de EU willen stemmen. Als je tegen de EU wil stemmen, dan moet je niet tegen dat associatieverdrag stemmen. Want dat is een oneigenlijk gebruik van het referenduminstrument.
Wat denkt u dat er nu mee gaat gebeuren als... Nou, dat kan ik u namelijk uit die mensen die zijn gaan stemmen. Dat is braaf en aardig natuurlijk, maar er gebeurt verder geen reet mee. Nee. Laten we even aannemen, ga er even vanuit dat de nee-stemmers gaan winnen. Dan zegt de regering heel deftig, dat nemen wij mee naar Brussel. En dan worden er wat gegoocheld met formules in dat verdrag. Met name in het deel wat niet het handelsverdrag is. En dat kun je een beetje schikken en plooien. Denk aan ons referendum van 2005. Dat is niet fundamenteel anders gelopen. En dan, nadat iedereen eigenlijk vergeten is waar het precies over ging en wat er precies gebeurd is, blijkt eigenlijk dat wij met enkele kleine correcties alsnog akkoord zijn gegaan met het associatieverdrag. Ja. Nou, wat voor gevoel geeft dat je dan? Nee, nou ja, dat weet ik ook. Dat het ook helemaal geen referendum is dat enige invloed heeft. Maar het is dus alleen omdat ik denk, je mag stemmen, dus je moet stemmen, dat ik ben gegaan. Maar ik voel me er danig over gepiepeld. Heb ik ook wel sympathie voor, vandaar mijn worsteling van hedenmiddag. Kan nog, hè, tot 9 uur. Thuis verdeeld, meneer Van Rossum. Mijn vriend is niet gaan stemmen en ik ben wel gaan stemmen. Omdat we allebei zo worstelen. Zo hadden wij het ook afhankelijk geregeld. Dat mijn vrouw zou niet gaan stemmen en ik zou wel gaan stemmen. Maar u gaat zich wel uiteindelijk... Nee, ik word toch verteerd. We moeten echt van de hele referendumgedachte af. Oké, nou met die gedachte gaan we naar het laatste item. En dat is een muzikale noot. Daar worden we hopelijk iets vrolijker van. En het heeft ook een positief effect op mensen met dementie. Nou, ja, want je kijkt zo in mijn richting. Ja. Dat was niet de bedoeling, hoor. Nee. Volgens Vitras in Zeist namelijk helpt het herinneringen ophalen. En het maakt je ook nog, je zorgt ervoor dat je makkelijker contact maakt. Nou, de zorgorganisatie heeft daarom een koor voor demente mensen opgericht. Nu kijk je mee, hè? Ja, want ik ga nu vertellen dat wij alleen gingen kijken, hoor, bij de repetities. Voor veel koorleden is het lang geleden dat ze zo van zich lieten horen. 9 zangers en zangeressen doen mee met deze eerste repetitie. Dat zijn mensen met dementie, maar ook hun naasten. Zoals Lens Brons. Hij weet nu ruim een jaar dat hij Alzheimer heeft. Toch veel mensen in de omgeving hebben zoiets van... Kan mijn kind wel laten spelen daar bij jou? En daar in het kleine café aan de Maan. Maar vandaag zingt Lens uit volle borst mee met het koor. Hij kon geen noot meer lezen, maar de laatste tijd leert hij weer muziek maken. En dat is fijn. Een stuk ondersteuning van jezelf zijn. Weer dingen doen. En niet meer... God, dan heb je Alzheimer? Oh, zielig. Zo werkt het bij mij niet. Ik ben niet zielig. Ik ben net zo zielig als jij. Ondanks een wat tegenvallende opkomst zijn de koorleden enthousiast. Er wordt zelfs al gedroomd van een groot podium. Stad Schouwburg Utrecht? Nou, ik hoor al Stad Schouwburg Utrecht. Voor de zangers en zangeressen was dit zeker niet de laatste keer dat ze meezingen. En muziek, dat is toch iets, daar kan geen pilletje tegenaan. Hè? Nee, echt niet. Nee. Ik vind het gaaf. Ja. Ik telde er 7-8 even heel snel, maar er mogen meer mensen meedoen. En het repeteren is elke dinsdagmiddag in het ontmoetingscentrum in Zeist. Er is dus nog plek even. Het weer. Vanavond valt er eerst nog een bui, later klaart het op. En het koelt af naar een graad of 4. Morgen regen, soms een beetje zon en dan wordt het 10 graden. Ja, de dagen daarna hetzelfde weerbeeld. Bewolkt, soms wat regen, pas in de loop van het weekend. Zondag en maandag, dan ziet het er weer mooi uit. De temperatuur gaat dan ook iets omhoog. De weerfoto is van Ronald Verwijs en hij maakte dit plaatje bij de Kaapse Bossen in Doorn. Ziet er daadwerkelijk prachtig uit. Met een drone? Of, Nee, je hebt daar een hele hoge toren waar je op kunt klikken. Okay. Heeft u een weerfoto, mail hem dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Maarten Verossum en Nienke de Jong. We hadden het over mooie plannen voor de Malibaan en over het stemmen. Waar jullie een beetje kater al dan niet aan overhouden. Dank voor jullie komst. Okay, tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Heel graag, tot dan. Fijne avond nog. Dag. Dag.